Goedemorgen. Heeft iedereen een beetje water? Wie heeft er nog geen water? Iedereen heeft water? Dat is ook bedoeld, hè? We krijgen stroom van levend water. Dat ze met ieder gedeeld worden. Moet u boksen uitzetten? Gaat dat beter? Ja, laatste zondag van het seizoen alweer. Weet je, ik was bezig met wat past nog bij een afsluitingsdienst. En bidden voor een boodschap. En eigenlijk is het eigenlijk helemaal geen boodschap voor de afsluitingsdienst. Maar ik denk ook niet dat God in de Koninkrijk van God afsluitmomenten heeft. Ik denk dat we zelf tot rust mogen komen in deze periode en in aanbidding mogen komen. Weet je, vaak hoor ik mensen zeggen van, als ik op vakantie ga dan, ik merk dat heel snel het geloof verslommert. We hebben alle tijd, maar daardoor mis ik intimiteit met God. We gaan eigenlijk op vakantie en we laten God op ons huis passen. Dat is eigenlijk jammer, want ik geloof als we niet naar God op vakantie gaan, dat onze ziel geen rust vindt. En dan komen we terug van vakantie. En hij kan een beetje tot rust komen, maar dan komen we terug van vakantie en dan is het bergenwerk. Bergenwerk. En dan zijn we alweer onrustig. Maar ik geloof dat God onze ziel wil voeden. En het voeden van onze ziel door God geeft veel meer kracht dan een poosje rust. Dus ook een aanmoediging voor deze komende tijd. Als je op vakantie gaat, ik kijk ook uit naar vakantie, ga met God op vakantie. Ga met God op reis. Want dan word je werkelijk gevoed. We hebben een grote God. We hebben hem aanbeden vanmorgen. En vanmorgen wil ik stilstaan bij aanbidding. Het eren van God. Wat is nou het eren van God? Denk eens bij jezelf. Wat is nou werkelijk God eren? Ik ga een tekst met jullie delen. Die moet je meenemen in je gedachten door de preek heen. Matteüs 5, vanaf vers 13. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Neem deze tekst mee in de hele boodschap. Ik was bezig met de voorbereiding en ik ging vanuit Psalm 33. Deze psalm gaat ook over lofprijs en aanbidding. Ik was hier aan het lezen. Zing vrolijk in de Heere rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Loof de Heere met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en het tiensnarige geluid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Dus we moeten hem aanbidden. Met onze mond, met gezang moeten we hem aanbidden. En staat er verder, want het woord van de Heer is recht. Dus wat de Heer zegt is recht. God praat met omwegen. Wat de Heer zegt is recht en is goed. Is waarheid. En al zijn werk betrouwbaar. Alles wat God doet is betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Zo goed is God. Dan kwam ik deze week deze foto tegen. Die er straks opkomt. Weet je, ik kijk uit naar vakantie. Maar laatst bad iemand. Zeg, geef dat we mogen zien welk lijden God ziet. Geef dat we de nood mogen zien om de wereld te bereiken. En dat gebed heeft verhoring gekregen. Dit plaatje zag ik en hebben veel van jullie denk ik gezien. Deze man heeft een vrouw en een dochter van 2 jaar. Iets ouder dan mijn eigen dochter.
Deze man woont met zijn vrouw en zijn kind woont in El Salvador. Ze zagen er geen uitkomst meer. En ze wisten niet wat ze moesten doen. De enige uitweg was Amerika, Amerika, Amerika. Dat was voor hun de hemel op aarde. Amerika, Amerika, Amerika. En ze gingen een rivier in. Die man ging zwemmen met de dochter op de rug. En de vrouw ging ook zwemmen. En de vrouw zei, ik ga dit niet redden, ik ga weer terug. En de man ging door. En dit was het lot. Toen ik dit zag, dacht ik, ik heb zin in vakantie. Maar het werk van God kan niet stoppen. Ik wil even bidden. Heer God, trouwe Vader in de hemel. Ik wil u bidden dat het woord wat u deze morgen zegt, dat het in onze harten mag komen, ook in mijn eigen hart. Dat we mogen zien wat u beweegt. De nood die u ziet in deze wereld, dat is ook uw nood. En u hebt ons geroepen om hier iets aan te doen. En ik wil u bidden dat deze morgen, dat onze licht mag laaien, dat we opgelicht mogen worden. Dat we de lamp op de standaard mogen zijn. En dat we hier mogen wandelen in uw goede tierenheid. Zodat uw trouw hier zichtbaar wordt. Heer, laat uw woord spreken in Jezus' naam. Gisteren hebben we een prachtige dag gehad. Ik geloof dat God dat geeft om van te genieten. Ik heb echt werkelijk genoten. Maar diezelfde week kwam ook dit voorbij. Toen las ik nog een keer. Zing vrolijk in de Heer, rechtvaardigen, een lofzang past oprechten. Loof de Heer met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en het tiensnade geluid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Zou deze man en die dochter dat gezongen konden hebben en die vrouw op dat moment? Dat denk ik niet. Als je naar het einde van Psalm 33 gaat. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heer, zoals wij op u hopen. Ik weet niet of je de foto van de moeder ook nog hebt. Ik weet niet of die vrouw dat op dit moment kan zingen. De goede tierenheid van God is over heel de aarde, zegt de Bijbel. Maar het leed is hier ook gigantisch op aarde. En dat raakte mij. Denk van, dit is onze trouwtekst. Die laatste. Onze ziel verwacht de Heer. En daar haal ik zoveel energie uit. En zoveel kracht uit. En geniet ik zoveel om zo intiem met God te zijn. Maar soms laat God ook de pijn zien van de mensen die hem niet zo kennen. Die verloren lijkt te gaan. Die hem niet kennen. En die een andere toekomst hebben. En als we om ons heen kijken, deze week gehoord dat 2 mensen zelfmoord hebben gepleegd. In de tang van de Satan. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En sommigen zeggen, hij brult alleen maar. Nou, hij verslindt ook mensen. Hij verslindt mensen om ons heen. En wij zijn die lichtende stad bovenop een berg. En ik was bij mezelf aan het nagaan. Want wie is hier dit jaar gegroeid in geloof? Wauw. Wie zit er hier dit jaar tot geloof is gekomen? Halleluja. Daar juicht de hemel om. Wij mogen groeien in geloof, zodat mensen hun leven aan Jezus mogen geven. En mijn verlangen is dat hier volgend jaar, dat hier meer mensen zullen zitten die de hand opsteken. Die werkelijk Jezus hebben leren kennen als hun verlosser. Want zonder verlossen, wat zegt de Bijbel, zijn we verloren. Zonder Jezus zijn we geoordeeld. En met Jezus zijn we vrijgekocht door Jezus. En deze gemeente heeft een mooie plek gekregen in dit gebied. Dit is die vrouw die helpt om de man en het kind. De gruwelijke pijn. En ik weet niet of ze niet of wel tot geloof is gekomen. Weet ik niet. Maar ik weet wel, als je het geestelijk ziet hier in de omgeving. Hoeveel mensen proberen de oversteek naar Amerika. Die proberen om maar genot te krijgen in deze wereld. Met drugs, pornoverslaving, onreinheid. Alles wordt aangegrepen om maar over te steken. Om maar een beetje genot te krijgen. En ze gaan allemaal kapot. Ze spoelen allemaal aan. En het gaat hier om de eeuwigheid. Het gaat hier niet om een jaar. Het gaat hier om de eeuwigheid. De vader zond zijn zoon hier naar de wereld. Omdat hij wil dat de wereld verzoend zal worden met de vader. En met hem. Wij zijn geroepen als gemeente. Want wat zegt de Bijbel? Hoe zullen zij tot geloof komen als zij niet horen het woord van God? Hoe zullen ze tot geloof komen? Welzalig hun die het goede nieuws verkondigen.
We zijn hier geroepen met een prachtige missie. We zijn hier geroepen om de mensen niet over te laten steken naar Amerika. Maar om de mensen te wijzen op Jezus Christus en die alleen. Want alleen dat geeft leven. En dat wanneer hier iemand komt en zijn leven Jezus geeft, dat hij ook mag zeggen. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Daar gaat het om. De hemel juicht als iemand tot geloof komt. Omdat het een overwinning is. En wij zijn meer overwinnaars, maar niet voor onszelf, maar voor de wereld. En weet je, als ik kijk in mijn eigen gezin, stel je voor dat mijn zoontje Raphaël me elke dag goede woorden zou brengen. En Joshua gooit hij aan de kant. Wat zou die eer die hij me geeft, wat zou dat waard zijn? Ik denk niet zo bar veel. Het zou me pijn doen. Ik zou van hem houden, maar het zou me pijn doen wat hij zijn andere broertje aandoet. En zo is in deze wereld ook. We hebben duizenden kerken in deze wereld. Duizenden. Van vroeger uit, ik weet niet hoeveel. En we klagen de kerkstroom leeg. Maar welke kerkstroom leeg? Een kerk waar doodse aanbidding is. Waar niet aanbeden wordt. Welke kracht gaat van een kerk uit? Wij geloven dat wij geroepen zijn om een gemeente te zijn in levende aanbidding. In de ware aanbidding. Als je kijkt naar Johannes 4. Vanaf vers 19. Dan zie je de goedheid van Jezus hier op aarde. Hij ziet een vrouw, een Samaritaanse vrouw. En dat vrouw kennen jullie misschien. Hij gaat naar een vrouw toe die eigenlijk... Een Jood zou nooit met die vrouw praten. Dat was, volgens de wet was dat not done. Je gaat niet... met een Samaritaanse vrouw praten. En Jezus deed het. Jezus openbaarde zich aan die vrouw, omdat die vrouw niet te min was voor hem. Omdat zijn oog gericht was op het reddingswerk. Omdat zijn oog gericht was op het werk van de Vader dat hij moest doen. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Dus die vrouw zag van, hé, dit is een bijzondere man. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw geloof mij, de tijd komt dat niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidt, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Als we elke zondag nou zulke liedjes zouden zingen en er zou niemand tot geloof komen. Is dat mogelijk? Wat zegt de Bijbel? Als we tot God naderen, wie nadert dan tot ons? Dan nadert God tot ons. Als God tot ons nadert, zouden wij dan niet gaan ervaren wat hij ervaart? De passie voor de wereld die hij heeft, dan geloof ik dat we die ook gaan ontdekken. Maar de Bijbel zegt, we moeten aanbidden in geest en waarheid. En de geest, als je kijkt wat een vertaling van geest is, dat is ook iets wat je niet vast kunt pakken. Dus iets wat je niet vast kunt pakken, ga je aanbidden. In veel kerken wordt een kruis elke zondag centraal gezet. En niet om te veroordelen hoor, maar ik zie hier iets in wat wij nodig hebben is, we hebben iets symbolisch nodig om te aanbidden. We hebben een symboliek nodig. Ik had vroeger een kruisje en ik ging bidden, hield ik een kruisje vast. Zou God niet meer zijn dan een kruisje alleen? We hebben fysiek iets nodig om hem te aanbidden. Maar we moeten aanbidden in geest. We moeten beseffen van, hij is niet iets symbolisch. Maar we moeten aanbidden in geest. En als we de Bijbel gaan leren lezen, dan gaan we de grootheid van God zien. Gisteren hadden we nog over hoe groot God is. Met jongeren die ook zeiden hoe groot God is. Als we de Bijbel gaan lezen, dan gaan we aanbidden in geest. Dan zien we van, dit is onze God. Wat in Psalm 33 ook staat. Dan gaan we zien wie onze God wel niet is. En we mogen ons leven neerleggen bij het kruis. Maar we moeten het kruis niet gaan aanbidden, maar we moeten God aanbidden. De levende God, die wij niet vast kunnen pakken, maar die werkelijk leeft. Snap je dat? Dus we moeten aanbidden in geloof. In de wetenschap van, dit is mijn God. Dit is mijn redder. En zo moeten we Jezus aanbidden. Ik weet nog dat ik af en toe, toen ik net tot geloof kwam, dat ik heel vaak de film The Passion of the Christ ging zien. Omdat ik mezelf moest opladen om te zien hoeveel pijn Jezus geleden had. En niks ten nadele van de film, maar dat had ik niet nodig. Ik had het woord, het levende woord van God nodig om te zien wat Jezus voor mij gedaan had. En gezien welk verlossingswerk het was. Door het levende woord van God. Dus in die geest, in de wetenschap wie God is, moeten we hem aanbidden.
En dat is in deze tijd belangrijk, want we willen heel veel dingen vormen om onze aanbidding te verbeteren. Maar als we niet aanbidden in de geest, dat staat hier, dan zullen we niet werkelijk aanbidden. Maar de Vader zoekt de aanbidders die aanbidden in geest en in waarheid. En ook in waarheid, wat is dan waarheid? Als we hem aanbidden in geest en waarheid. Dus als we weten, dit is onze God, die aanbidden we. Als we werkelijk weten wie we aanbidden. En ook in waarheid. Als je kijkt naar de grondtekst van waarheid, heeft ook een betekenis met in het openbaar. Weet je, we kunnen hem aanbidden terwijl we tal van zonden hebben. Dan aanbidden we hem in de leugen. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We moeten aanbidden in de waarheid, ook in Jezus. Als je kijkt naar Johannes 3, vanaf vers 20. Want ieder die het kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt, dat zij in God gedaan zijn. Dat is die licht in die berg. Als wij werkelijk God gaan aanbidden, gaan de mensen zien van, deze persoon doet dingen die moeten van God zijn. En weet je wat er dan gebeurt? Als God werkt, wat gebeurt er dan? Dan gaat zijn reddingswerk in actie. En wat gebeurt er dan? Dan komen mensen tot geloof. Ik zag net één vinger. Ik geloof dat de tijd gekomen is. Misschien dat hij er al was. Dat we de wereld in moeten gaan om de mensen te bereiken met het evangelie. Dat is ware aanbidding. Stel je voor dat mijn zoontje ziek zou worden. En ik zou niet voor hem bidden. Ik zou hem links laten liggen. En hij zou sterven. Zo is eigenlijk ondenkbaar. Want ik hou zoveel van mijn kind. Maar wat denk je dat God niet zou houden van die man en die dochter die om is gekomen? Ik denk dat hij de zielsveel verhoudt. En zo vaak om werk hoor ik, maar als er een God is, waarom is er zoveel leed? Nou, God zegt, als ik jullie hou aan het trouwverbond wat ik heb gesloten met jullie. Hoe kan dat dat er zoveel ellende is? Hoe kan het dat het evangelie zo binnen de kerken blijft? Dat is eigenlijk onmogelijk, hè? Wij leggen de verantwoordelijkheid bij God neer. Maar God zegt, ik heb een verbond met jullie gesloten. Het woordje goede tierenheid in grondhouden betekent trouw aan zijn verbond. Trouw aan zijn beloftes, waar binnen vorige week ook over sprak. Waar is de belofte? Er zijn zoveel beloftes. Die beloftes zijn gericht op de redding van mensen. En weet je, volgende week hebben we een Friends and Family dienst. En mijn verlangen is dat er drenkelingen binnenkomen die Jezus leren kennen. Die niet door de rivier gaan naar Amerika, maar die hier komen en zeggen, Heer Jezus, ik geef mijn leven aan u. Dat is de ware taak van de kerk. Als we God aanbidden, zien we de pijn van God. En als we God aanbidden, dan zien we zijn grootheid en dan komen we in beweging. Van binnenuit bewegen we. Die zie je ook in een voetbalstadion. Dan zie je dat de voetballers vereerd worden en dan... Dat wordt gescoord en dat barst het uit. Maar voor onze grote koning Jezus, als we hem aanbidden, dan beweegt het toch ook wat in ons. En hoe meer we naar hem bewegen, hoe meer we ook de wereld gaan bewegen. Weet je, Jezus was hier op aarde. En hier op aarde voeden we ons met van allerlei en nog wat. Maar Jezus zegt, ik laat mij voeden door de wil van mijn Vader. Het brood dat ik krijg, is de wil van mijn Vader. Staat hier verderop. En weet je, ik hoop dat we zo mogen groeien als gemeente. Dat wat wij eten, wat wij nemen, dat er niet de dingen van deze wereld zijn, maar dat het de wil van de Vader is, dat de wil van Jezus is. Dat wat Jezus ook zegt van, Vader, zoals u mij gestuurd hebt, zo zend ik ook hun in deze wereld. Ik neem ze niet uit de wereld, maar ik zend ze in de wereld. En zo zijn wij geroepen om de wereld in te gaan. Om die drenkelingen terug te pakken en zeggen, hé, jij moet niet naar Amerika, maar ik ken Jezus. Ken jij hem ook? Dat is de roeping van deze gemeente. En dan weet je, het is een gevaar dat we die roeping uit het oog verliezen. Maar daar draait het om. Weet je, dat is waarom we gemeente zijn. Gisteren een prachtige gemeentedag. Ik heb eerder die vergelijking wel eens gemaakt. Als je een leger hebt, je hebt momenten dat ze samen zijn. Teambuilding, dat is goed. Als je dat niet hebt, dan word je los van elkaar. Teambuilding is goed. Maar waar is dat voor? Waar trainen ze voor? Om uiteindelijk recht te brengen. Om mensen te helpen. En zo zijn wij het leger van de Heer. En hij is onze aanvoerder. Hij is onze leider. Mogen het leger van de Heer zijn. Om mensen het evangelie te delen. Weet je, ik geloof dat de opdracht heel makkelijk is. Maar we maken hem vaak zo moeilijk. We zijn zo vaak afgeleid door randzaken.
Maar één ding mogen beseffen. Dat als we geen vrucht zien van ons werk, als er geen mensen tot geloof komen. Als we alleen maar groeien in het geloof, wat gebeurt er dan? Weet je, door te weinig delen groei ik zelf ook. Maar in het geloof werkt het anders. Op het moment dat je groeit in het geloof, mag je delen en dan word je steeds meer gevoed. God wil jou niet laten groeien voor jezelf. Maar God heeft een plan met ieders leven. En ja, dat plan is groter dan jezelf. Lang heb ik geworsteld met het plan in mijn leven. Toen las ik van de week een tekst. Wees niet zo druk met het plan in jouw leven. Wees druk met Gods plan voor deze wereld. Wees druk met Gods plan voor deze wereld. Waar ze daar werkelijk druk van worden. Dan gaat de hemel juichen. Waar gaan mensen tot geloof komen. En weet je, ik wil jullie aanmoedigen om mensen uit te nodigen voor volgende week. En als ze niet willen komen, deel het evangelie. Omdat mensen verdrinken. Heel iets verder in Johannes 4. Daar staat er ook. En intussen vroegen de discipelen hem, vanaf vers 31. Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Dus ik word gevoed met de dingen die jullie nog niet weten. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Wat een trouwe. Als Jezus dat niet had gedaan. Maar stel je eens voor dat de mensen die jou het evangelie hebben gedeeld, dat ze dat niet gedaan zouden hebben. Dat ze zich zouden voeden met de dingen van deze wereld. Zelf ben ik dankbaar voor mijn schoonouders, waardoor ik Jezus mocht leren kennen. Maar als ze hun dat niet hadden verteld, als ze alleen maar bezig waren met de genot van deze wereld. Hoe komen ze tot geloof zonder iemand die predikt? Maar omdat het hun predikte wie Jezus was, mocht ik Jezus leren kennen. Halleluja. God heeft hun gebruikt in mijn leven. God heeft mensen gebruikt in jullie leven. En God gebruikt jullie in de levens van anderen. Weet je waar ik nou zo ontzettend veel zin in heb? Ik kijk uit naar de mensen die tot geloof gaan komen. Omdat ik weet, als ze wandelen in zijn belofte, in zijn goede tierenheid, dan houdt hij vast aan zijn belofte. En dan zullen de mensen tot geloof komen. Kijken jullie er ook niet uit? Wie kijkt er nou uit? En wie wil er stappen in zetten? Wauw. Deze week mogen die stappen zetten, concreet. Nodig mensen uit die Jezus nog niet kennen. Waar je van ziet, misschien, gek gezegd, in een bordeel. Laatst hoor ik een jongere die zo verdrietig was, die zo vol pijn was. Die had voor de eerst langs een bordeel gefietst. Zeg maar, oh, die vrouw, dat is onwaardig. Ze had zo intens veel pijn in haar hart. Zo'n vrouw waar wij vaak langs heen fietsen van, oeh, die doet zulke slechte dingen. Dat is een drenkeling die Jezus nodig heeft. Misschien kwam iemand tegen die je nog niet kent. Deel het evangelie. Maar bid voor de tijd. Heren, breng veel mensen op mijn pad die ik mag delen met het evangelie. Die ik mag uitnodigen voor komende zondag. En weet je, als wij de dingen van God gaan doen, gaan we zien dat de hemel gaat juichen. Want er gaan mensen tot geloof komen. Omdat God zich aan zijn belofte houdt. De aarde is vol van zijn goede tierenheid. God, overal op deze aarde, houdt hij vast aan zijn belofte. Wij mogen wandelen in zijn belofte. Dat is ook voor onszelf. Dat wij in vrijheid wandelen. Maar niet alleen voor onszelf. Ook voor deze wereld. De kern van gemeente zijn is dat mensenlevens gered worden. En laatst had ik ook te denken, ik wil eigenlijk één dag hebben waar ik specifiek stilsta bij het evangelisatiewerk. Gewoon één dag in de week waar ik specifiek bid, elke dag dat in mijn agenda staat. Wat moet gedaan worden in het evangelisatiewerk? Wat mag ik vandaag doen om mensen te bereiken met de evangelie? Eigenlijk zou het elke dag in moeten staan. Wat mag ik vandaag doen? Want als wij die dingen gaan doen, dan zijn we werkelijk dat licht. En dan zijn we een mooie club mensen met elkaar. Maar bovenal vervuld met de Heilige Geest. En als we daarin uitstappen, gaan er dan geen mooie dingen gebeuren? Nee. Niet alleen een feestje op aarde. Maar een feest in de hemel. Daar zijn we voor geroepen. Misschien denk je van, oeh, naar wie moet ik afstappen? Bid voor vrijmoedigheid. Zeg, Heer, geef mij vrijmoedigheid om uw woord te delen. Om mensen uit te nodigen. Want als we de mensen niet uitnodigen, laten we ze zwemmen. Als wij de mensen niet uitnodigen, laten we ze zwemmen. En lijkt dat ze gaan verdrinken. Misschien gaat de ander wel.
Oh, ik zie iemand zwemmen. Die gaat er al achteraan. Oh, dan kan ik weer terug. Nee, ik geloof niet dat God een paar mensen kiest die het evangelie moeten delen. God gebruikt heel de gemeente om zijn reddingsplan bekend te maken. Wat een voorrecht, hè? Dat het evangelie in kracht is tot behoud. Dat wanneer wij het evangelie delen, ook een belofte waar God aan vasthoudt. Dat er gebeurt in de harten van de mensen. Mensen kunnen hem afwijzen, maar kunnen hem ook accepteren. Zeg van, Heer Jezus, ik geloof in u. En die boodschap mogen wij delen met elkaar. En we kunnen evangelisatiemissies organiseren. Maar als wij de nood voor onze mensen niet kennen, wordt evangelisatiemissie ook niks. Maar wij moeten de nood kennen van de mensen. Wij moeten zien, gek gezegd, hoe ze zitten spattelen. Dat we niet wegkijken, maar dat we zien, die heeft echt hulp nodig. En dan stappen we naartoe. Zeggen ze, ken je Jezus al? Misschien doe je het op een andere manier. Hoe je het doet, maakt mij niet uit. Maar ik wil ervoor bidden dat het gebeuren zal. We leven hier in een gebied waar ik zoveel hoor. Het is eigenlijk wereldwijd. Maar als ik hoor de problematieken in dit gebied, die zijn enorm. En de Satan gaat rond. En er is veel duisternis. Maar wat gebeurt als het licht opgaat? Dan verdwijnt de duisternis. En daartoe zijn wij geroepen. Heer Jezus, ik wil u danken. Danken voor deze morgen. Dat u het bent die ons vult. Dat u het bent die ons voedt. En Heer, als we uw wil doen, dan voedt u ons. Heer Jezus, ik wil u danken voor deze gemeente. Heer, ik wil u danken voor ieder die hier zit. Heer, u voegt mensen toe aan de gemeente. U geeft een roeping aan de gemeente en die roeping staat vast. Dat we de wereld in moeten gaan om mensen te bereiken met het evangelie. En te dopen en te discipelen. Heer, het is eigenlijk zo'n makkelijke opdracht. Maar telkens worden we weer afgeleid. Telkens zijn we met de randzaken bezig, Heer. Terwijl de drenkelingen daar lopen te zwemmen. Maar Heer, ik wil u bidden dat u ons een geopend hart geeft voor de drenkelingen hier in de omgeving. Dat u de pijn die u ziet in de mensen, dat u die ook in ons legt en laat zien hoe hard ze u nodig hebben. Heer, ik wil u bidden voor ieder die hier zit, maar ook voor ieder die meeluistert en ieder in de gemeente. Dat deze week dat we stappen mogen zetten in geloof naar de mensen toe en mogen zeggen, hey, kom jij volgende week zondag ook. Omdat ze het evangelie mogen horen en mogen zien, Heer Jezus, wie u bent. Omdat dat werkelijke redding is. Niemand komt tot de Vader dan door u, Heer Jezus. U bent de enige weg. U bent de enige weg tot de Vader. U bent de enige weg naar de hemel. Dank u wel ervoor dat u alles betaald hebt voor deze wereld. En dat wij in die belofte mogen wandelen. En mogen weten dat ieder die tot geloof komt, in de hemel zal komen. Heer, geef ons moed en kracht. Geef ons vrijmoedigheid om te gaan. En zo verbreek ik elke macht van angst in Jezus' naam. Maar dat we zullen gaan. Vanuit de noodzaak die we zien. En dat we willen dat er feest komt in de hemel. En dat we straks, Heer Jezus, wanneer we bij u komen. Dat u mag zeggen, trouwe dienaar. Dat we uw wil hebben mogen doen. En zo verbreek ik ook alles wat uw wil in de weg staat. In de naam van Jezus. Misschien alle verleidingen op ons pad. Misschien alle materialistische zaken op ons pad. Heren, ik wil bidden dat die macht verbroken wordt in Jezus' naam. En dat we zullen gaan vanuit uw kracht. Heren, vervul ons om met uw Heilige Geest, Heren. Dat we vanuit die liefde deze wereld in mogen gaan. Vader, u bent goed. Uw goede tierenheid is over heel de aarde. En die blijft tot in eeuwigheid.